7 uur is ook gewoon. Van 6 zullen we ook niet veel gaan. Riders Way once again heeft geklonken in deze B-finale. We gaan kijken, we gaan loeren naar deze drie die hier de dienst gaan uitmaken. Zij grepen net naast de plek in de A-finale. Maar daarom niet minder goed hoor. We zien dat wel omdat... We zien dat Mount Emmers op de tweede positie ligt en op de derde plek achter ons 17. Dat betekent dat Ben van der Boom van de Wheels momenteel aan de leiding gaat in deze B-finale. Deze B-finale waar ze inmiddels op een treintje aan het rijden zijn. Kunnen niet zeggen dat het heel erg spannend is. Ze kijken nog even achterom. We gaan wachten. Waarom? Ja, nee, ja. Toch wel, ik zou doorrijden, ja. Even daar stilstaan. Toch niet? Ja, ik zou fietsen, ja. Dat is wel... Daar is wel allemaal stilstaan daarachter, ze zijn ze kwijt. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar dit kan natuurlijk ook op een afdelingswedstrijd. Dat maakt niet uit. Hè? Dan komen ze uit de eerste bocht. We zien dat inmiddels Mount Emmers de leidende positie heeft overgenomen. Mount Emmers rijdt er op de leiding. Vervolgens gaan we kijken naar iemand anders. Die is weer eens verrassend. 817 Willem de Klein. Willem de Klein heeft op de tweede plek. Hij komt achteraan dan denk ik rond 58 jaar. Ben van der Boom. Of moet Ben van der Boom bij een andere klasse dan eerder. Ik ben het niet helemaal kwijt, maar dat geeft niet. Ze komen zo richting de finishlijn. Ik heb hem toch een beetje om mee te verslaan. Maar Mount Emmers is hier gewoon steeds aan de leiding. Zij schijnt deze B-finale op de naam. En dan gaan we ons opmaken voor de A-finale. Rijden boys 6-0-7.